Waar heb je al dat hout van over? Die stenen muren? Ja, ik moet ook nog een stukje houten structuren maken. Oké. Okay. Ja, daar heb ik nog wel een bos van nodig. Uit als een heel gevaarlijk beest wat daar rondloopt. Waar is daar? Een stukje verderop. Fibers nog. Ja, want ik wilde eigenlijk die hut vanavond nog even af hebben. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wilde ik vanavond 4 dillo's naast me staan. Zal dit tempo niet gebeuren? Nee, wil jij straks wel eens kijken of je de push the talk uit kan zetten? Zal ik eens even kijken in mijn options? Heel irritant. Toggle to talk, wacht even. Is nu weg? Ja. Nu is het nog eens. Ja. Hallo. Ja, check. Ik had een vinkje aangezet, toggle to talk, dus dat je niet de hele tijd B ingedrukt hoeft te houden. Maar blijkbaar heb ik dan volgende keer op B. Zoiets. Eerst maar eens even te drinken. Slingshot, fibers en... Oh ja, ik moet ook nog een hide hebben ook. Ja, dat is wel leuk. Ah, daar staat een bronto in de lucht, dat is gaaf. Ja, en daar staat een... Jezus, wat veel! Het slaat echt heel nergens op. En hij gaat nu dwars op onze hut heen. Alpha T-Rex staat er een stuk verderop. Ja. Ah man, rot op met je brontosaurus, die maakt al een stuk. Nou, als het steen is, zou dat in theorie niet kunnen. Ja, maar niet alles is nog steen. Nee, dat is nog geen leven. Ik moet gewoon even op zoek naar een dodo. Smerig, vieze, vuil, pleurisbeest. Maar val er een aan en ren weg. Dieft op. Ik ben blij dat ik een dak van steen heb gemaakt, zou ik maar zeggen. En ik ben blij dat ik een andere deur heb. Hoppatee, hier gaan we gewoon via de achterdeur. Nu blijft die beest hier rondlopen de hele tijd. Oh, te dichtbij. Ja, ze zien je echt vet ver hoor. Die staat natuurlijk weer vast. Ja, screwed. Dag.
dagen van niet gezien. Die soppetje. Motorstenen. Ja, nu heeft hij me natuurlijk wel. T-Rex nou? Ja, de strand op links, de strand op rechts. Okay. Ik ga even kijken of die body wel kan vinden, want ik had hartstikke veel. Het is een beetje zonde. Ja, jeetje, wie dat zeggen. Nou, ze zullen het echt wel moeten aanpassen hoor, anders kappen we gewoon heel veel mensen ermee. Dat is wel zinvol. Want de echt simpele stranden zijn allemaal al weg, zeg maar. Ja. Nou, wij hadden hier op zich een simpel stukje. Ja, toen we hier net waren. Hadden, ja. Ja. Ik vond het niet, zeg maar, heel erg gevaarlijk. Nee. Zo zag het er niet uit. Nou, ik had weinig last eigenlijk. Die T-Rex is in ieder geval weg. Hopelijk. Ik zie hem nog wel staan, maar hopelijk... ik ga even achter een plant schuilen. Niet dat het uitmaakt, maar goed. Ja, ik ben even aan het vissen. Dus gaan vissen te beginnen. Zo. Ik krijg af en toe nog best wel eens veel meat van trouwens. Jazeker. Dat is de piranha, maar ook als het niet te hoog level piranha is. Daar kan ik wel in elkaar. Vlot. Een level 8. Oké. Okay. Echt, hij staat echt 50 meter verderop en dan ziet me gewoon weer. Maar hij rent dan ook sneller dan jij, zeg maar. Ja, dat is niet. En ik kan het bed weer niet kiezen. Natuurlijk. Schiet toch op. Zal ik volgende keer het bed niet kiezen? Misschien. Dat maakt niet uit. Of is het op persoon? Ja, ik weet het niet. Misschien wel. Helemaal aan de andere kant. O, jongens, piranjaatje maar wel. Kom maar op. Huppatee. Maar niet voelt. Dit is echt niet leuk, is man. Nee, dit is gewoon niet leuk meer. Precies. Word ik echt een beetje heel scheidsziek van. Ben je er wel een beetje klaar mee op een gegeven moment? Zacht uitgedrukt. Hier, visje. Niet doodga, dan heb ik gewoon geluk om mijn lichaam erop te pakken. Ik had hem inmiddels wel helemaal te pakken, alles. Mugjes, die ik nog niet aan kan. Hey, ziet je. Pak ze. Hoi.
ik heb net de hele tijd geswommen, ben ik dehydrated. Doe even lekker normaal, joh. Stom bij een spel. Kijk, we moeten hier naar de overkant, hè, Jan? Ja. Kijk, ik heb 6 meat, dat schiet op. Heb je van heights, wel toevallig? Krijg je van vissen heights? Van vissen niet, maar van die twee dino's die in de afstand lachten, die ik eigenlijk heel hard nodig heb wel. Ja, ja. Ja, nu even niet. Zeg maar, nu even niet nodig. Nu even, eerst even meat. Ja, gooi jij die even op de barbecue zo? Ja, ik zoek nog even een paar extra visjes. Ga eens even kijken of mijn, die T-Rex weg is bij mijn body. Je hebt van die cool koels, die zijn echt zo makkelijk te killen. Ja. Die geven best wel af en toe veel, veel vlees. Coole kant zijn dat, hè? Kut. Oh. Ja hoor, natuurlijk. Bij een bronto. Ik word hier echt zo ontzettend schuld. Ik ben een beetje. Vlak bij het huis, hè. Van twee keer naar de bronto. Staat er gewoon direct aanvallen. Ja, die zit gewoon een complete buik hierin. Een? Complete buik. Buik? Van het bronto. Oh! Zo bedoel je. Oh, kut. Ben ik buiten adem onder water. Daar heb ik even niet op gelet. Ga omhoog, ga omhoog, ga omhoog. Ja, springen, springen, springen moet je doen. Not enough stamina to jump. Ja. Ah, succes, dan ga je hartstikke dood namelijk. Dat klopt ook niet. Ik was van de week ook aan het zwemmen omhoog, aan het zwemmen omhoog, aan het zwemmen omhoog. Nou, ik was gewoon met mijn kop boven water, maar geen ademhalen hoor, kan ik je vertellen. Dat klopt ook niet. Nee, klopt niet. Maar misschien is het nu. Oh, net op tijd! Nee, niet. Ik ben op het land en dan maak ik nog gorgelgeluiden. Ja, dat duurt even soms. Holy ja, crap. Het lichaam er nog ligt. Het klierenwees weg is. Dat hoop ik wel. Dat je allemaal van die raptors tegenkomt, joh. Ja, ik word er helemaal gek van. Gewoon 20 meter verder van wat ik jou tegenkwam, hè? Ik kom die beesten gewoon nooit tegen. Nee, natuurlijk niet. Veilig is om te zeggen dat als je doodgaat, je laatste lichaam blijft liggen en de rest weg is, denk ik. Oké. Heel fijn. Dankjewel, Bronto. Ja, maar ze doen ook meteen echt 500 Bronto's op dit plekje. Ja, dat vind ik niet erg. Dus ik wil gewoon geen raptors tegenkomen. Nee, die Bronto's moeten ze weghouden. Ja, wij zijn waarschijnlijk gewoon op een brandoplekje gaan staan. Nee, die brand als waarder is dan niet. Dat hebben ze gewoon nieuw. Het is gewoon nieuw, zeg maar. Oh, dat kan. In de update. Misschien dat ze dan rouleren of zo, weet ik veel. Nee, echt mijn oude lichaam is niet te vinden. Nice. Met een scheidbezem soms groot als. Nou, dan gaan we maar weer overnieuw beginnen. Er zitten ondertussen 4 potjes narcotics. Die gooi ik wel even in het in de kast. Oh, je hebt die ding. Oh, hier. Kijk. Wacht. Misschien weer de pleuris. Ik hoor weer een. Een raptor, en het was ook een raptor, maar er zat iemand op. Heb ik even geluk een keer. Jongen. Ja, inderdaad. Je bent al vaak genoeg gestorven, hoor. Sterf, sterf. Ze sterf nog een keer. Jezus, man. Come on.
Er ligt straks 3 kookmeat. Niet heel goed. Ja, 3 maar hoor. Nou, dat is beter als niks. Dat is beter als we nu in mijn vervolg hier zitten. Yep. Kut. Mogelijk de verkeerde deur. Ah. Oh, je hebt ook een keer een pech, zeg. Nou, nou. Ja, 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 dat is mijn pech, ja. Ja. Maar 1 aan. Helaas, dat was dus 2. Goed, dan kan ik helemaal wel terug naar het bedje. Dat scheelt wel weer. Blijf het gewoon proberen hoor, oprotten nou. Ik ben er gewoon zo klaar mee. Ja, maar... Het kan best moeilijk zijn, maar dit slaat echt helemaal nergens op gewoon. Als we het even met z'n tweeën moeten doen, moet je even zijn geven en lopen mee. Jee. Ik moet toch wel in mijn eentje gewoon 2 dino's af kunnen maken. Ja, dat denk ik ook. Eigenlijk wel. Ja, moet er liggen, die van mij ligt er ook al meestal. Ja, ja, hoe lang hè? Als ik nu weer tussendoor dood ga, waarschijnlijk niet. En dan, nee, dan is je weg. Ik veel. Er staat helemaal nergens op. Een dood lichaam is een dood lichaam. Dat is weer een rapper, tuurlijk is dat weer een rapper. Ga je heen, huffen. Lopen ze rennen de andere kant op. Dat is niet de andere kant op, dat is mijn kant op. Een groot beest. Nou, die heb ik gevonden. En het is een Alpha T-Rex. Fantastisch spel. Echt wel. Zo leuk. Hier ben je geweest. Ja, natuurlijk. Joh, kom maar. Nou, ik zie straks iets roods in beeld verschijnen, denk ik. Yep. Ik kan hem niet eens raken, ik weet zo snel is hij. Jezus. Ik ga hem zo, hè? Oh! Hij
uitgeven. Hey. En ik kan weer niet in mijn bedje, dus ja, er zit toch een... Ja, rustig aan. Dan ga je vast daar wat verzamelen en laat je lichaam laat maar zitten. Ja, ik heb toch al meestal wel redelijk binnen een paar minuten weer alle drie twee tools en een speer. Ja, het gaat niet om je terug hebt, het gaat gewoon om hoe ver ik ben, als ik in de verre weg heb gespot voor je. Oh, wat is je, Xiaomi? Stelletje asswipes. Yep. En natuurlijk wordt het ook weer donker. Ik heb werk. Veel heb ik zin. Alweer. Kutjes, Tina's. Waar zou dit kunnen zijn? Ik denk daar. Echt efficiënt zijn we nog niet, zeg maar. Nee, maar ja, maar hoe doen andere gasten dat dan? Ja, ik weet het ook niet hoor. Die gasten met... Oeh, dat is een piranha. Oeh, piranha level 104. Holy shit. Uit. Dilo, ja. Ik was in het inventory aan het kijken. Oh. Toen die... Ik wil er namelijk even kijken. Dag Mini, leuk dat je er bent. Je kan er ook gewoon op springen. Heel veel fiber en zootje goed.
als je obstructed. Wat een pisflikker ding. Nou, let it be light, kom op. Ja, dat doen we wel even hoor, het is best net na. Ja, het is... Wat is het? 23,40. Het is gewoon min 4, hè? Ja, het is gewoon min 4 graden. Hij zegt ook, je bent koud. Ja, gek, hè? Oh, shit. Oh, shit, joh, ook. Ja. Wat staat hier? Beetje. Oh, dat is een grote aap. Ja, goed, hè? Die loopt nu ruzie te maken met twee parasauers. Cool is als je die kan temmen. Zo. Dat is echt wel cool. Voor jou aan? Nou ja, die bronto's. Dan moet ik echt even nog tussendoor lopen. Weer vertrappeld. Nee, als het weer dag wordt, dan ga ik er weer even vissen. Want honger. Dodos. Yes.